Renault Antwerpen. De auto's van stad. Physical coach Jan van Winkel kwam samen met Jackie Matthijssen naar het Kiel en was verantwoordelijk voor de opvallend fysieke paraatheid van de Beerschotspelers afgelopen seizoen. Hij wil zich solidair tonen met Matthijssen en vertrekt uit eigen wil. Hoofdscout Stan van den Buis kon dan weer plots veel geld gaan verdienen in Saoedi-Arabië. Volgens de sportief directeur van Beerschot is het louter toeval dat beide heren tegelijk opstappen. Ja, dat is puur toeval. Dat is puur toeval. In voetbal speelt er één woord een heel belangrijke rol. Timing. En timing is, ik spring op de trein of ik stap eraf. Wanneer ga je erop springen, wanneer stap je eraf? Best niet als je rijdt. Dus daar komt het eigenlijk op neer. In dit geval was het ook zo. Voor Jan van Winkel was het een pure privéreden. En wat voor Stakke betreft, ja, die trein, die passeert natuurlijk niet elke dag. En dan moet je kiezen. Beerschot moet dus samen met zijn nieuwe trainer op zoek naar vervangers voor de twee. Adrie Koster leidt momenteel het Nederlandse belofteteam in een toernooi in het Franse Toulon. Hij betreurt vooral het vertrek van Van Winkel. Ja, het is spijtig dat dat gebeurt. En wij moeten gewoon zorgen als Beerschot zijn dat we die vacatures weer zo goed mogelijk proberen in te vullen. Ik heb natuurlijk met Jan Van Winkel heel goed samengewerkt bij Club Brugge in die tijd. Dus ik weet ja, hoe die is, wat ik aan hem heb en zijn kennis is groot. Dus ik had weer graag met hem samengewerkt. Vanaf juni gaat Koster aan de slag op het Kiel. We zijn natuurlijk volop bezig om te kijken hoe we de ploeg kunnen versterken. En daar begint ook schot in te komen. Dus ja, ik kijk er wel naar uit om weer te beginnen aan het nieuwe seizoen.